Een bijenkorf op een woontoren. Een dakmoestuin midden in New York. Sla kweken in de supermarkt zelf. Stadslandbouw is hot. Wereldwijd wordt ermee geëxperimenteerd. Ook in Rotterdam vind je plekken waar landbouw bedreven wordt, zij het op kleine schaal, zoals hier in het Oude Westen. Tussen de woningen vind je hier de oudste wijktuin van Rotterdam. Hier staat dus een beetje groente, een beetje van alles. Ieder jaar hebben we wat anders. We hebben vorig jaar hebben we tomaten. Soms nemen we wat bomen mee naar huis en er komt hier ook wel eens iemand munt plukken voor zichzelf. Dat mag ook. Een eindje verderop, midden in het centrum, ligt een veel grotere groentetuin, verscholen tussen het Hofplein en het spoor. Het is de tuin van dakloze opvang De Kouwenburg, waar bezoekers van de voormalige Pauluskerk komen. Wat hier verbouwd wordt, wordt door de bewoner zelf opgegeten. Ik ben hier heel graag. Hier ken ik mijn eigen onthaasten. Dit is een onthaasplek, midden in de stad, Hofplein. Je had dat ooit gedacht dat ik hier nog eens een biologische tuin zou krijgen. Jan-Willem van der Schans, verbonden aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen, is expert op het gebied van stadslandbouw. Volgens hem heeft het zeker de toekomst, al bestaat het eigenlijk al heel lang. In principe is stadslandbouw eigenlijk van alle tijden. Toen we nog geen koelkast hadden en nog geen gemotoriseerd vervoer, toen zat de landbouw altijd heel dicht rond de stad of in de stad. Een tijd is de landbouw uit de stad gegaan en nu komt die eigenlijk weer terug. Ik denk dat het met de kwaliteit van leven te maken heeft. Kijkgroen, dat kan op een gegeven moment saai worden. Er wordt op bezuinigd. Dat ziet er overal hetzelfde uit. Overal het strak geschoren gezonnetje. Ik denk dat als je daar ook groenteteelt toelaat, dat mensen een heel andere relatie krijgen met de openbare ruimte. En dat het ook gewoon de kwaliteit van leven in de stad enorm bevordert. En dat geldt zeker voor de tuinierders van De Kouwenburg. Jan geniet volop van het werk in de tuin. Hij heeft er inmiddels een dagtaak aan en zich in de materie verdiept. Ik leer ook een hoop. Ja, we hebben een soort team. Waarvan biologen en noem maar op, die hier ook wel in de tuin komen. En even een beetje coördineren. En daar leer ik van die mensen. Naast ontspanning en gezelligheid ziet de wetenschap meer voordelen van stadslandbouw, bijvoorbeeld op milieugebied. Het transport van groenten uit verre streken brengt een bepaalde CO2-uitstoot met zich mee en dat is belastend voor het milieu. Dus als je het heel dichtbij teelt, dan heb je dat niet en dan ben je dus goed bezig voor het milieu. Hoe doet Rotterdam het wereldwijd gezien? Nou, Rotterdam heeft denk ik verrassend veel locaties waar mensen voedsel telen in de stad. Ik denk dat Rotterdam dat eigenlijk van zichzelf niet weet en dat dat eigenlijk uitgebouwd zou kunnen worden. Dus wij vinden eigenlijk dat de gemeente Rotterdam dit veel meer zou kunnen erkennen en misschien tot een beleid verheffen of in ieder geval er iets meer mee doen. Jan-Willem van der Schans is mede-programmeur van het eerste Eetbaar Rotterdam Filmfestival in Lantaarnvenster komende zaterdag. Allerlei films met betrekking tot stadslandbouw zullen daar worden vertoond.